Omdat ik heel veel hulp had aan die hond, die doet nu meer dan 100 commando's voor mij gedurende de dag. Pas morgens vanaf dat ik opsta of s'avonds wanneer ik ga slapen. En ik vind dat veel mensen, dat veel meer mensen met een handicap eigenlijk veel meer zouden kunnen met zo'n hond. Maar zo'n hond kost 20.000 euro. Dat is heel veel geld en ik moet dat niet zelf betalen. Ik krijg die hond gratis. Maar alles geld dat wij krijgen door demo's, door mensen die zeggen van jullie werk is fantastisch, alles geld gaat rechtstreeks naar Erko of een van zijn vriendjes. Wij houden daar als mens niks aan, ik in dat wereldje gebracht en nu zat ik echt haar werk verder door op school en overal demonstraties te geven. Als eerbetoon aan haar. Zeg maar. Bent u al eens ongelukkig geweest nadat u iets voor aan haar heeft? Nee, ik doe vrij graag mijn job. Maar ongelukkig van mijn schuimico. Dat is altijd gedaan. Niet nog? Noor, heeft u ooit zoveel problemen gehad dat u zin had om alles op te geven? Nee. Meer dat de vereniging vraagt om te doen. Met een hond, hoe tof het dat ik vind. Zijn de andere mensen positief over je engagement of soms ook negatieve reacties? Sommige mensen zeggen dat ik overdrijf en mijn hond dingen leer. Dat is al een goede basis voor mijn vrijwilligerswerk, dat ik nu doe met hen, en die school te starten. En dat is de bedoeling dat ik daarin werk vind, mijn eigen school, dat is mijn droom. Om op te leven. Dus als je dan ooit een hond hebt die moet leert, dan komt er maar mee. Waarom vind je handen leuk? Ja, waarom? Dat is eerlijk, dat heeft geen medelijden, dat doet iets omdat hij dat wel doet. Nou, dat is gewoon schattig. En gaat er veel aan. Zijn er nog vragen, Axel? Vind je dat belangrijk als je vrijwillig werkt? Goh ja, wat bedoel je daarmee? Vind ik dat wel plezant voor dat vrijwillig te doen, maar ja, wil je iets voor krijgen van geld? Nee, dat zou ik niet willen. De vereniging heeft mij een cadeau van 20.000 euro. Ik vind dat mensen dat kan doen, gratis en voor niks, de VZW bekende man. Zeg maar. Zou je dat nog langer doen? Als het mogelijk is, ja. En ik hoop dat mijn volgende even goed presteert dan dat niet presteert. Denk je dat je dromen ooit gaat kunnen doen? Bijvoorbeeld je eigen school hebben? Ik hoop dat. En ik doe er alles voor. Dat weet Sharina wel. Maar kijk iets wel. Ja, is het vast bereid. Ik ben het wel bereid. Nog vragen? Zeg maar. Hoe gaat u te werk? Met heel veel geduld, heel veel koekjes en met heel veel liefde. Een hond moet 700 keer hetzelfde doen eer dat hij snapt wat dat de bedoeling is. Dus voor 700 keer in een kalme omgeving iets te vragen, 700 keer en een... Ja, in de losse van meer doen ze. Ja. Echt wel, doei! Niet bang. Nu wil ik dat iedereen zwijgt
En alleen het meisje van wie dat die portefeuille is, mag hem roepen. Hij noemt Erko en hij zegt gewoon, Erko, kom hier. Maar heel opgewekt. Okay. En als hij hem komt brengen, zeg je gewoon in het Frans, merci. En dan gaat hij een hand aan komen afgeven. Oké. Okay. Erko, kom hier. Oké, vooruit. Erko? Ja, ja. Nou. Beetje luider. Beetje luider. Erko, kom hier. Zoek op hoor. Echo, kom hier. Ja, blijf ik en laat die kant naar jou. Nee. Echo. Oh. Echo, kom hier. Nee. Echo, kom hier. Ja, ja, ja. Merci. Lekker. Echo. Als ik iets gegeven heb, dan laat het vallen. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets met boterham en choco. De boterham en choco oprapen en de vuilbak smijten. Zonder dat hij de boterham eigenlijk echt heeft opgeliet. Om dat te bewijzen, ik heb hier onderkoekjes die gisteren zelf gemaakt zijn. Ik ga een koekje gooien. Hij gaat achter dat koekje lopen. Hij gaat dat koekje pakken. Hij gaat dat koekje naar mij geven. En als dank dat ik het gekregen heb, mag hij top eten. Want ik kan geen onderkoekjes opeten. Als het in mijn leven leeft, dan moet ik het opeten. Zit, kom, zit. Nog maar. En blijf. Blijven. Zoek appel. Zoek appel. Ah, pot. Shh. Ah, no. Wat bedoel je? No. Dus ben nu heel kwaad geweest voor hem. Nu heeft hij door van. Shit, de kop. Pas op. Zoek appel. Ah, pot. Shh. Ah. Merci. kan er hier iemand heel goed comedie spelen? Ja, Isaac. Oké, die persoon mag een keer heel hard lopen door de klas en hier in het midden vallen. Maar doe er geen zin, want mijn mond gaat u proberen wakker te maken. Als die komt lekker, schiet vooral niet in de lach. En wacht tot ik zeg dat je weer mag wakker worden. Maar doe dat niet eraan, maar ongeveer doe het gelijk of dat je dronken bent. Heel leuk, dat kennen ze nog niet hoor, nee. Gewoon gezegd. Beetje lezen. Ja, ik ga ze al verschillen. Daar had hij niets kunnen pannen. Ja, ja. Doet hij dat pannen? Amai. Ja.